Dit zijn mijn tips voor jullie om efficiënt te studeren en te plannen. Wees realistisch. Zorg ervoor dat je voldoende tijd inplant voor jouw taken. Het is best dat je te veel tijd inplant dan dat je er tijd tekort voor hebt. Ontspan. Zorg ervoor dat je ook bewust ontspanningsactiviteiten gaat inplannen in je planning. Voorzie lege ruimtes. Zorg ervoor dat je een aantal lege ruimtes in je planning steekt. Dit voor onvoorziene activiteiten of taken. En het vermijdt ook chaos en stress. Gebruik de salamitechniek. Wij gebruiken deze techniek vaak bij grote taken of examen bijvoorbeeld. Deel het in kleinere taakjes en ga zo stap voor stap te werk. En dan als laatste, vermijd afleiding. Zeker in deze coronatijden is het gebruiken van een gsm of een computer is dat de norm. En dat ligt ook vaak heel dicht in de buurt. Dus zorg dat je niet afgeleid bent door de meldingen die telkens op jouw scherm tevoorschijn komen.